Yo mensen, Jurassic hier, welkom bij weer een nieuwe random facecom hier op mijn kanaal Jurassic Game. We gaan weer even snel een clash in elkaar flunsen en dan gaan we even kijken wat we eruit gaan krijgen, dus kom maar op. Klik, klik, klik. En nog voor de laatste keer. Yes! We hebben het chillwapen eruit. Voor het eerst. Yes. Klik. En nog een keer, klik. Klik, perk 1. Perk 2. Perk 3. Oké, wat hebben we aanstaan? Stun keer 3, stopping power en dead silence. En we hebben de AK-74U aanstaan. En eindelijk hebben we het chill wapen aanstaan, jongens. Yes! Na 20.000 afleveringen, dat is niet meer normaal. Eindelijk, we kregen de M60, de MP44, de Drengenhof, de weet ik veel wat wapens. Maar eindelijk hebben we het chill wapen te pakken op de map Showdown. Lekker klein mapje, heerlijk mapje voor de AK-74U. Dus kom maar op, jongens. Nu kunnen we gewoon eindelijk chill gaan spelen zonder te veel moeite te hebben. Dus kom maar op. 3, 2, 1... Let's go, mensen. Het geluk is dat we nog stopping power erbij hebben. Ook, want stopping power maakt natuurlijk je kogels sterker. Dus in plaats van 4 kogels heb je dan in één keer 3 kogels nodig. En ik hoop ook dat zo'n perk terug gaat komen in Ghost of zo. Want iedereen gaat dan die perk gebruiken. En als dan op die perk waarbij die perk staat. Dus bij bijvoorbeeld perk 2. Als dan stopping power bij perk 2 staat. Gaat iedereen die stopping power gebruiken. En als je dan alle overpowered perks bij perk 2 neerzet. Dan gaat niemand die meer gebruiken. En dan houdt gewoon iedereen het bij stopping power. Omdat die dan het chillst is om te gebruiken. Omdat je dan enemies sneller kan killen. Maar we gaan nu lekker schieten met de AK-74U. We hebben eindelijk het chill wapen gekregen. Met deze random facecom. Dus nu gaan we hard ook. Nu gaan we ze ownen. Nu gaan we ze pakken. En nu gaan we knallen. Kom maar op. We gaan nu gewoon rennen. We gaan sprinten. We gaan iedereen door een pisvlek heen knallen. Want eindelijk, we hebben het chill wapen te pakken. Oh, maar dan moet ik niet gekillstield worden. Nu ben ik boos. Ja, nu ben ik boos, jongen. Dat is niet zo handig van je. Want als ik boos ben... Ah, oh, Martidom. Dan wil je me niet tegenkomen. Heerlijk gaat dit. Ah. Oh, dit is echt eindelijk gewoon weer een chill gevoel. Eindelijk weer gewoon een chill wapentje in deze serie. Echt de hele tijd die poepwapens die je kreeg, dat was gewoon niet meer leuk. Er staat er nu een naast me, maar ik weet niet aan welke kant die staat. Waar ben je, maat? Ik weet dat je hier ergens zit. Maar waar, dat weet ik niet. Weet je, ik pak even dit wapen, want ik ben alweer bijna out of ammo. We hebben natuurlijk geen bandolier erbij gekregen. Dus we kunnen ook niet met veel ammo rondlopen. Ik ben me even aan het concentreren op het geluid. Want ik moet natuurlijk nog één kill. En dan heb ik die attack helikopter te pakken. Maar opletten op het geluid gaat zo te zien niet heel erg goed. Want er kwam gewoon iemand in mijn rug. Even wachten tot dat rode schermpje weg is. En dan kunnen we langzaam om ons draaien. Om... Oh, hij zit gewoon daar. Ja, natuurlijk hoor ik die niet lopen. Die stond daar gewoon te campen. We moeten nu even met mijn andere wapen gaan spelen. Want die andere is natuurlijk leeg, die AK-74U. Maar ik heb gewoon ook het chillwapen van de grond afgepakt. Want dan kunnen we lekker door gaan lopen schieten. Dan kunnen we lekker door gaan lopen knallen. En dan kunnen we lekker die enemies door blijven ownen. Kom maar op, mensen. Dit is eindelijk gewoon het chillwapen. Call of Duty 4 vind ik natuurlijk een hele leuke Call of Duty. Maar het is nou niet echt een leuke Call of Duty als we gaan lopen campen. Of als je deze poepwapens te pakken krijgt. Dus om te gewoon een keertje dit wapen te krijgen. Dat is echt gewoon weer een keertje chill. Dus let's go. Helikopter, kill jij ook maar wat dingetjes. Kill jij ook maar wat enemies, kan je het ook wel noemen. Ik noem het gewoon dingetjes. En dan kunnen we even gaan rennen en vliegen en springen. En niet gaan campen dan. Blijf even rondlopen, man. Ik zie hem gewoon weer in dat hoekje staan. Ah, niet mijn spam trappen. Niet mijn spam killen. Ik wil zo min mogelijk doodgaan. Maar dan ga je op dat soort manieren dood. Dat is gewoon de free-for-all van Call of Duty 4. Dat gebeurt heel vaak op Call of Duty 4. Omdat dat spansysteem natuurlijk nog niet zo goed werkt. Het is natuurlijk een heel oud spel. Dus hier hebben ze gewoon random iets uitgeprobeerd. Om te kijken of het goed was. Maar het is niet heel goed gegaan op Call of Duty 4. Maar alsnog, B-spel om te spelen. En gewoon een beetje die spans controleren. Want ze spammen dus gewoon overal en nergens. Dus als je gewoon een beetje in die span blijft lopen. Dan kan je ze ook gewoon het opnieuw en opnieuw killen. Dus eventjes reloaden, eventjes weer omdraaien. En dan spant er één links van. Maar ze kunnen ook nog achter die truck spannen. Dus houd het altijd in de gaten. Want ze kunnen dus zomaar in één keer naast je staan. Dus kijk. Ja, kijk, zie je? Dat bedoel ik. Hij is nu gewoon daar gespand. Dus daarom moet ik het altijd in de gaten houden. Want ze kunnen zomaar in één keer weer naast je staan. Want hier staat er natuurlijk ook nog steeds één. Die gaat nu snel de andere kant op rennen. Die dacht ook, die Jurassic loopt daar. Hup, de andere kant op hoor. Ik ga er niet bij blijven staan. Oprotten, Jurassic. Hup, die voor je. Staat er nog een snijpertje bij ook. Hoppatee, helikoptertje erbij. Snel die helikopter inroepen voordat iemand anders een helikopter inroept. En ik ga nog dood ook. 20-4 op het moment. We gaan best wel lekker. Daar staat zo te zien een enemy boven. Dan gaan wij ook lekker naar boven. Dan ga ik die enemy proberen te killen. Ah, shit, sorry. Hij killt me ook nog. Hij zit daar gewoon een beetje die spans te controleren. Je ziet het. Hij loopt daar boven. En hij kijkt even naar links. Om iemand te kijken of er iemand is gespand. En dan kijkt hij weer even naar rechts om te kijken of er iemand is gespand. En zo loopt hij gewoon die map door. En hier ligt er eentje op de grond. Als je op de grond gaat liggen en je wil gaan campen, maat, dan moet je niet gaan bewegen. Want dan zie ik je bewegen en dan ga je dus gewoon dood. Hij moest gewoon stil blijven liggen, dan had ik hem namelijk niet gezien. En dan kon hij me dwars door mijn pisvlak heen krallen.
En dat heeft hij niet gedaan, dus nu kan ik hem mooi killen. Ah, oh, dropshot. Final stand, last stand-achtig iets geval. Moet er nog één kill maken. Als er hier nou eentje spant, kan ik hem mooi killen. Staat er een links van me te campen en mijn helikopter maakt gewoon een final kill. Die vent die de spawn zat te controleren, je zag het eventjes links onderin staan. Die had een 10 gun streak. Dus dat houdt in dat hij echt heel goed die spawn aan het controleren was. Links kijken, rechts kijken, voor je kijken, achter je kijken en herhalen. Links kijken, rechts kijken, voor je, achter je kijken. En dan kan je dus gewoon makkelijk een hoge kill streak halen. Maar alsnog hebben we het potje gewonnen en er stond dat hij een 10 gun streak had. Alleen hij had maar 8 kills. Of hij was het potje geliefd, dat kan ook. Hij was gewoon de game geliefd. Maar jongens, mocht je dit random facecom aflevering nou leuk hebben gevonden, geef hem alsjeblieft een duimpje omhoog. En tot de volgende keer. Bye bye.